Digital Arts Film and Entertainment is een naam die er gekomen is omdat dat eigenlijk werkelijk omschrijft waarmee dat we bezig zijn. We zijn een toegepaste richting meer. Het is niet pure schilderen met pure tekenen. Het is een toegepaste richting met de bedoeling meer al die multimedia samen te gaan kunnen gebruiken, zodat je in feite alles gaat kunnen combineren. Zowel je tekenen kan je combineren, je 3D kan je combineren, je film kan je combineren. En het is dat die het interessant maakt en ook uniek maakt en inmiddelbaar, dat je al die zaken kunt proeven en eigenlijk alle middelen kan gaan combineren. En dat je eigenlijk in de hogeschool in feite al heel ver staat voordat je eigenlijk al je studies aanvat. De richting Digital Arts, dat is vooral heel creatief zijn. Ook bezig zijn met film, fotografie. We zien eigenlijk alles in deze richting. Qua film van het verhaaltje maken, het verhaaltje schrijven, storyboard maken, opnemen, monteren en grafiek en basiseffecten maken. Dus eigenlijk heel het pakket film zie je zowel intern op 4506. In het secundair heb ik gewoon boekhouding en informatica gevolgd. Ik was wel creatief aangelegd, omdat ik al kunstacademie gevolgd had. En ik ben naar Sint-Lucas in Gent geweest en ik ben daar reclamevormgeving gaan studeren. Dat was 4 jaar en daar heb ik eigenlijk het vak leren kennen. En daarna heb ik 5 jaar gewerkt in de reclamesector, vooraleer ik kwam lesgeven.